Hoe feliciteer je een prostituee met de Nationale Prostitutiedag? Hoera! Welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green. In deze aflevering zullen wij spelen Pokémon Leaf Green. We gaan met deze gekke speciale meneer praten, want die geeft ons namelijk een gekke speciale tip. Oh, ik heb mijn tong verbrand. De lieve oude vrouw in het huis gaf me wat thee, maar het was kokend heet. Ik moet het eerst afkoelen voordat ik het drink. Nou, dankjewel, willekeurige man die het pad blokkeert naar het steegje daarachter, maar wel een fanatieke theeleut is wat mij kan helpen in mijn Pokémon carrière. Aan de kant, kut Pokémon, ik moet er lang, dankjewel. Goeiedag mevrouw, zou ik wat thee mogen? Je zou niet al je geld moeten uitgeven aan drinken. Probeer dit in plaats daarvan. Je krijgt thee. Catfish op de thee in de belangrijke itemzak. Niets verslaat dorst zoals een hete thee. Het is echt de beste. Nou, dankjewel vrouw die duidelijk nazi-propaganda maakt voor thee. Maar daar gaat het niet om. Ik heb nu thee, die kun je dan aan die bewaakmannetjes geven. En dan kun je verder in de game. Bij die poortjes waar ze zeggen van nee, ik heb dorst, je mag er niet langs. Wat sowieso heel raar is. Ik heb anaaltjes bij me. Want we gaan nu naar rechts lopen. Nee, trouwens, we gaan eerst een Eevee ophalen. Een Eevee. Dan kun je naar achter namelijk heel sneaky peeky. En dan krijg je als goed is de enige Eevee die Pokémon Leaf Green kent. En ik zit een beetje met een probleem. Zoals jullie allemaal weten, bij de eerste 151 Pokémon zitten 3 evaluaties van Eevee. Flareon, Vaporeon en Jolteon. Ik kan 2 dingen doen. Ik kan gewoon Eevee houden. En wachten tot ik of geen Flareon, een van die 3 Eevees, niet in het wild kan vangen en daar dan een steen op gebruiken. Maar ik kan ook meteen mijn Thunderstone gebruiken op Jolteon, of op Eevee, om er een Jolteon van te maken. Heb ik en ten eerste meteen extra Pokémon in mijn decks. En als ik die dan train om in mijn standaard team te gaan, die leert op level 40, leert die Thunder Wave. En dan kan ik andere Pokémon paralyzen, dat is heel fijn. Hoe ga ik hem noemen? Veelzijdig. Ik vind Veelzijdig een hele mooie naam. Is dat... Het klinkt echt heel erg als een naam die ik al gehoord heb. Het zou kunnen omdat ik ook de Pokémon-serie van Don, Game Meneer, kijk. Volgens mij heeft hij een Pokémon die veelzijdig heet. Dus dat moeten we ook weer niet hebben. Dus wel iets dat op me opkwam. Even kijken. Ja, hier. Willekeurige woordgenerator. Ik gooi maar gewoon weer in beeld. Inzetbaar. Dat vind ik ook goed. Het lijkt een beetje op veelzijdig. Veelzijdig is natuurlijk een perfecte naam voor een Eevee. Omdat hij, ja, hij is best wel veelzijdig. Ja, weet je wel, een beetje om sandwich spread te quoten. Nee, dat is heel wat anders. Dat is, ik hou van lekker fris. Ik hou van lekker anders. Ik hou van lekker anders, lekker fris. Ik hou van bruin. Ik hou van wit. Ik probeerde te zingen op het Pokémon muziekje, maar het ging echt totaal niet. Wat een mooie muziek op de achtergrond, hè? Ja! Nou, in ieder geval, dit is inzetbaar. Ik heb een extra Pokémon in mijn deck. Dat is fantastisch. Hoe heb ik er nu in mijn Pokédex aan? Ik heb er nu 22. Dat gaat goed. Het gelukkige is sowieso, als we in de game een Ditto vangen, waar ik toch wel gigantisch op... Oh, hij is meteen level 25, dat is toch best wel chill. Oké, daar ga ik er sowieso een Jolteon van maken. De keuze is gemaakt. Marco Yolo heb ik in een livestreamtje laatst, 2 uurtjes, getraind naar level 39 en hij campt nu. False motherfucking swipe. Dat is ook fantastisch. Dit is even het team voor nu. Ik heb natuurlijk Klon terug nog bij me. Wat het probleem namelijk is, met False swipe kan ik dus een Pokémon zijn AP drainen naar 1. Dat wisten jullie al. Enig probleem is nu nog, ik moet Pokémon, als ik ze kan paralyze of sleep of iets in die richting, kan ik de kans dat ik ze vang verdubbelen. En ik vind sleep en zo vind ik best wel irritant. Ik weet niet of het nog per statusprobleem anders is, maar paralyze is gewoon heel fijn omdat het niet weggaat. Bij poison, als je ze false swipe, dan gaan ze dood de volgende beurt. Bij sleep worden ze iedere keer weer wakker. En dus daarom vind ik false swipe, paralyze echt de fijnste van allemaal. Wat we nu gaan doen is Pokémon kopen. Dat moet ook gebeuren namelijk. Dat kan ik doen. Ik kan ook de gym verslaan. Ik kan ook eventjes Fly ophalen. Daarom heb ik namelijk Anaaltjes. Wat natuurlijk een fantastische naam is voor een Pokémon bij me. Ik ga zo even gauw die Thunderstone halen in deze toren. Ik heb geen idee welke verdieping. Maar dan krijgen we een extra Pokémon in onze decks. En hebben we een nieuw teamlid van level 25. Een Jolteon. Een hele schattige Pokémon. Dat mag ook gezegd worden. Ja, ik hoop dus gewoon dat ik ergens in deze game een Ditto krijg. Waarom wil je zo graag een Ditto dan? Nou, dat is best wel logisch volgens mij. Als je eenmaal een Ditto hebt, dan kun je je Eevee op Four Island, als ik me niet vergis, kindjes laten maken, je Jolteon, en dan krijg je weer Eevee eruit en dan kan ik alsnog die Flareon maken. Zit hier nog wat interessants bij? Hyper Beam, Dig, Brick Break, Secret Power, Attract, nee, niet heel veel interessants. Niet iets waarmee je naar je kleinkinderen gaat en dan zegt, hey, hier is je rapport, hier heb je een stuiver. Nee, nee. Dit ziet er een beetje uit als de nerdafdeling. Doei nerds! Doet me denken aan Rick's avonturen. Dat Nega heet hij volgens mij. Ik ken die hele Nederlandse rapper niet. Dat ik een interview over dat ik een nerd was. Zei die doei nerd!
Ik neem gewoon 2 Thunderstones mee. Weet je, geld is geen probleem voor mij. Ik investeer al mijn YouTube monies in stenen. Want ja, wat moet je anders dan met je geld? Stenen kopen en 2 waterstenen. Weet je, er zijn alle Pokémon die evolueren met zo'n kutsteen. Dus weet je, je kan ze beter altijd maar gewoon bij je hebben, hè. Hoppakee, 2 daarvan. Ja, wil je dat echt 2 van? Nee. Nou, heb je ze nu toch. Dankjewel. Nou, dat is fijn. Als het goed is heb ik nu van al die kutstenen 2 stuks bij me. En ik geef maar gewoon meteen die stroomsteen aan mijn lieve, lieve Eevee. Ik vind het trouwens raar dat die Paralyze, Dingerswave, je weet welke move ik bedoel, dat hij die pas op zo'n hoog raar level leert. Maar ja, whatever. Oh, ja, ik heb ook Thunderstones. Daar heb ik er 3 van om een of andere reden. Nou, use. Hey, op inzetbaar. Wat zal er nou toch gebeuren, inzetbaar? Wat vind je er zelf van? Thunderstone was gebruikt op inzetbaar. Wat inzetbaar evolueert? Het heeft trouwens een heel raar rood mondje. Wat is er gebeurd met je mondje, inzetbaar? Misschien is dit wel hoe een shiny inzetbaar eruit ziet, dat hij een rood mondje heeft. Gewoon voor de rest helemaal niks. Gewoon lippenstift op. Dat is wel speciaal, hè? Het zou best wel cool zijn als ik een shiny Eevee had. Dat dan weer wel. Nee, hij ziet er niet echt shiny uit. Wel dan. Ja, wel. Nog steeds het rode mondje. Gefeliciteerd. Jouw inzetbaar geëvolueerd in een Jolteon. Dankjewel, dankjewel. Dat vind ik fijn om te horen. Fijn om te horen. Nou, dan ga ik even met de lift, weet je. Ik ben ook dik. Laten we gewoon met rust, jongens. Waarom doen jullie altijd zo? Kan je niet in deze toren voor het eerst Ultra Balls kopen? Dat gevoel heb ik om een of andere reden. Laat ik het gewoon even proberen. Weet je, Ultra Balls vergroten ook weer de kans dat ik Pokémon vang. Samen met een statusprobleem. HP up 10.000 per stuk. Dat is best wel veel geld. Als je het hebt, het is best wel chill. Als je het kan verkopen, als je het kan hebben. Als je het kan inzetten, weet je. Als je dat geld hebt, bedoel ik. Al je Pokémon een beetje HP up geven, weet je. Het is handig, het is handig. Nee, heb ik ook niet zoveel te zoeken. Is er nog een verdieping? Maar natuurlijk is er nog een verdieping. Staat er niet één frisdrankautomaat? Ja, precies. Ja, dat is misschien iets interessants. Mijn zuster is een trainer. Ik geloof het of niet. Ze is zo kinderachtig. Ze maakt me gek. Oh, dat is dit meisje natuurlijk. Hallo. Ik heb dorst. Ik wil iets drinken. Oh, kijk. Er is wel iets speciaals. Kun je het kopen? Ik koop fris water. En ik heb ook een soda pop. En ik koop ook een lemonade. Weet je, ik weet niet wat het meisje wil. Waarschijnlijk 1 van de 3. Oh nee, ik wil niet nog. Stop! Ik wil niet al mijn geld uitgeven. Oké, hier meisje. Ik wil iets drinken. Geef haar drinken. Ja. Wat zal ik haar geven? Oeh, ik geef haar verse urine. Dit doe je maar. Yay, fris water. Dankjewel. Je kan dit van me hebben. TM16. Wat is dat? Light Scream. Oh, dat is zeker afhankelijk van welk drinkje je er geeft. Welke TM je krijgt. Aha. Dat is best interessant eigenlijk. Oh nee, ik zei nog zo. Ik ga niet de trap af en dan doe ik het alsnog. Nou, ga in de lift, Rick. Over liften gesproken. Een van mijn lievelingsfilms uit mijn jeugd is toch wel Abeltje. Nou moet iemand van al mijn kijkers zeggen. Oh ja, Abeltje. Abeltje is die film over dat irritante joch met de rode kleding aan. Ik was er trouwens even gauw mijn opnameapparatuur openen, weet je, dan kan ik weer in beeld zien hoe lang ik aan het opnemen ben en zo. Abeltje is dat rotjoch met rode kleding aan, die is dan liftjongen. En er zit er 1 knop in de lift en dan mag je er niet op drukken en dan drukt hij er toch op en dan vliegt die hele fucking lift in 1 keer uit het dak. Dat je ook denkt, wat zo Abeltje, zo, hey, even normaal. En er zitten een paar mensen in die kutlift en die hebben dan allemaal kutavonturen. Dat is ongeveer Abeltje samengevat. Deze mensen heb ik al verslagen. Het schijnt dat hier, nou we kunnen altijd even checken, wat interessante Pokémon in de bosjes zitten. Er zit altijd wel interessant. Hé, deze moet ik nog, toch of niet? Rhyhorn, nou precies. Nou, ga Marco Yolo. Nou, kun je in 1 keer false swipe doen. Het is alleen een best wel matige aanval qua damage, moet je zien. Dat dus, ja. Precies wat ik bedoelde. Ik kan dus beter eventjes gauw gewoon eerst even een rock slide doen en hopen dat het overleeft. Please. Vriend. Vriend of vijand, overleef dit. Ja, dankjewel. Hij overleefde net, dat kon je zien. Dan doe ik even 1 of 2 keer false swipe. Hier, nog een keertje false swipe. En even om te bewijzen wat false swipe doet. Als het goed is, gaat hij nu ook gewoon niet dood. Zie je dat? False swipe maakt geen Pokémon dood. Nu kun je gewoon ballen gaan gooien als een gekke. Als een gekke ballen gooien. Gelukkig heb ik er nog wat great balls bij me. Ik had dus in een ander bosje aan de rechterkant van de stad tijdens dat livestream kwam ik de volgende Pokémon tegen. Een Jirachi. Ik denk dat Jirachi momenteel toch wel echt de meest vergeten legendarische Pokémon is. En weet je, hoe kan dat nou? Nou, je kan hem echt bijna onmogelijk vangen. 1000 keer harder dan menselijke botten. Dankjewel voor dit interessante feitje. Ik zou even gauw de random woordgenerator erbij pakken. Ta-da-da-da. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, je kan hem alleen in Pokémon Colosseum krijgen als je die Japanse versie hebt. Steenachtig, dat is wel heel toepasselijk trouwens. Gospelachtig. Ga je nou gewoon overal achtig van maken? Slissen. Haag. Strekel. Burgerrechtenbeweging. Nes. Inverdieneffect. Studentengeneratie. Vloedstroom. Wankeling. Bevissen. Rookartikel. Ik noem jou gewoon rook. Of sigaret. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je sigaret eruit. Ja, dat is gewoon... Voor mij weet ik... Ja, ik kan wel sigaret.
Ik zit meer met het woord cigarette, maar dat is gewoon met dubbel T, dan kom je er ook alweer uit. Ik kan ook gewoon sigaar noemen, dan schrijf ik het sowieso niet fout. Nee, waar is de G? Die moet ik sowieso zoeken, sigaret op sigaar. Maar ja, ik denk dat dus Jirachi echt wel een van de meest ondergewaardeerde of minst bekende legendarische Pokémon is. Waar de fuck is die G? Sigaret. Zou ik hem sigaretje noemen? Dat is zo schattig, weet je wel. Dat is wel nu staat het cigar. Cigaretje. Zo. Sigaretje. Nou, graag gedaan, Rhydon. Die is wel bij de eerste 150, toch? Dat kun je heel makkelijk checken. Dan ga je naar Pokédex en hoor je er nu 25 in te zitten of zo. Dan zat hij dus niet bij de eerste 150, of wel? Ik had het gevoel dat hij er wel bij zat. Rai. Ik kan ook gewoon googlen, maar weet je, ik ben lui. Waarschijnlijk ga ik nu ook gewoon langs, weet je. Als hij er wel bij zit, ga ik er nu volop langs. Hier, Rhydon, hij zit er wel bij. Ik moet alleen zijn evaluatie nog. Geen idee welk level die evolueert, maar niet uit. Ik heb in ieder geval weer wat extra Pokémon in mijn Pokédex. We gaan hier even naar achter toe, want daar is namelijk een plek waar je Fly kan leren. Eerst met deze meneer praten. Hoe kwam je hierin? Goed gedaan. Oké, ja, graag. Ook dankjewel, weet je. Geen idee wat ik allemaal zei. Dankjewel. Hier is een vrouwtje en als het goed is leert die ons Fly. Het probleem dus waar ik heen wilde met de Jirachi. De kans dat je een Jirachi vangt als ik hem naar 1 HP breng en ik paralyze hem ook nog eens met een Great Ball is 2%. Dat is ten eerste niet zo heel goed. Dus dan moet ik ongeveer 50 Great Balls naar hem gooien. En dan heb ik hem ongeveer. Vlieger, blablabla, ik ga het niet eens voorlezen. Nee, ik wil... Oké, ja, dankjewel. Ik ga nu eventjes gauw aan Naaltje Fly leren. Dan kan ik een beetje rondvliegen door de map. Ik wil eventjes gauw naar het ene plekje waar ik... dingetje had ingepompt, Ivysaur. Dus ik wil even kijken, ik ben wel heel benieuwd welk level die nu eigenlijk is. En dan kunnen we hem desnoods even eruit halen. Aan Naaltjes. Ja, ik kan hem dus ook aan Mew kunnen leren. Maar ik vind het een beetje zonde om die move aan Mew te leren. Nou, aan Naaltjes. Weet je, je had toch al geen nut in mijn team. Je zat toch alleen maar een beetje te kutten in de computer. Nou, nu hoor je gewoon bij me puur omdat je Fly kan. Voel je nou goed? Nee. Mooi. Hou zo. Nou kan ik Fly. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Maar deze aflevering bevat nog veel meer avonturen, kijker. Als je denkt dat het ophoudt bij deze avonturen, dan ga ik gewoon nog een keer de bosjes heen. Want er zit vast nog wel een andere Pokémon behalve alleen maar Rhydon. Een Farfetch'd! Hey, wat toevallig. Die heb ik niet. Ik ben zo fantastisch, jongens. Farfetch'd zit sowieso bij de eerste 151 Pokémon. En ik moet het nog. Dit is fantastisch. Nee, dat is niet fantastisch. Goed gedaan, Marco Yolo. Je bent wel level up. Nee, die. Maar wauw, daar ben ik van ook al eentje eerder van tegengekomen in de game. Hoeven niet zoveel te weten. Een Abra! Dit is moeilijk. Dit is verschrikkelijk. Want die teleporteert natuurlijk meteen weg. Maar voor Abra had ik al een alternatief voor. Dat is geen probleem. Ja, dat dacht ik al. Dat is erg. Het enige probleem is. Ik wou namelijk net naar de gamehall toe. Bij de gamehall. Dan kun je geld kopen. Dan krijg je muntjes. En van die muntjes kun je dan weer Pokémon kopen. Gewoon letterlijk Pokémon kopen. Niks vangen. Ja, niet dat het veel uitmaakt. Weet je, Pokémon gaat om liefde. Maar de ene vorm van liefde is ze drastisch verbonden. En de andere vorm van liefde is geld, weet je. Hetzelfde als je kind krijgen door keiharde porno of gewoon er eentje te adopteren, weet je. Het is allebei niet echt, je denkt van, ah, oh, wat schattig. Ik ga nu gewoon verwonden met Rock Slide. Ik vind het een erg betrouwbare damage. Kijk, nou gaat hij nog harder proberen te doen, maar weet je, Onyx. Maakt helemaal niet meer uit, want ik doe nou gewoon een valse swipe. Eigenlijk kan ik dus beter mijn Survivor eerst gebruiken in de hoop dat hij nog geparalyzed wordt. Nou. Dit gaat even duren, want False Swipe doet niet gek veel damage, zoals ik al zei. Daarom is het best fijn om Marco Yolo een beetje te trainen. Ik heb geen idee of hij nog 2 HP heeft op 1. Dus voor de zekerheid nog een False Swipe. En nou, gaan we ballen gooien om een Onix te vangen. Want, als ik me niet vergis, zit hij bij de eerste 151 Pokémon. Dus mag je wel eventjes gevangen worden. Moet hij er niet uitgaan? Dat zou stom zijn. Hij gaat eruit. Waarom doe je ze stom? Mooi verteld, Rick. Mooi verteld. Ja, dank je, kijker. En nou, hij zit er nog steeds niet in. Ik vind het doorskippen van het vangen. Aan de ene hand is het gewoon, ja, het is een kans dat hij erin zit, weet je. Er gaat niet heel veel gebeuren. Maar aan de andere kant, ik wil toch ook wel een beetje jullie met mij mee laten voelen aan die spanning van... Oeh, 1, 2, 3, kom op! Yes! Weer die spanning. Dat was niet geacteerd. Ik was echt heel gespannen. Ik had zoiets van, ja, ik heb mijn 35 ballen mee. Weet je, die Onyx, die blijft hier wel de hele dag, weet je. Daar kom ik er zo nog een van tegen, maar daar gaat het niet om. Hoppakee, terug naar de willekeurige woordengenerator. Handboek. Spoedshelf. Spoedshalve. Waarschuwingsbord. Running gag. Running gag. Is dat gewoon een Nederlands woord? Running gag is namelijk als je een grapje maakt en die komt in meerdere afleveringen terug. Zoals YOLO Waterpolo van mij bijvoorbeeld. Is een running gag. Of wie noemt zijn kind nou weer? Puntje, puntje, puntje. Dan denk je, wat is er nou grappig aan? Het is grappig omdat ik het iedere aflevering zeg. Dat is een running gag. Heb je weer wat geleerd, kijker? Veldrit. Oprapen. Vormvastheid. Tex-Mex. Aan zijn rug. Krasser. Neger Engels. Of is het een
Neger-Engels. Ja, Neger-Engels. Wat? Tweekamp. Studentenzwangerschap. Pas zwangerschap. Z-W-A-M-G-R-S-C-H-A. Nee, studentenzwangerschap past niet. Of zwangerschap in het algemeen past niet. Ordinaal. Opvliegerig. Gelig. Als hij nou geilig was, had ik hem geilig genoemd, sowieso. Deltagebied. Bevolkingsslagdrempel. Vertelger. Jackwart. Warme kracht. Warmtekrachtcentrale. Nazi-baas. Ketelbink. Fluitconcert. Select. Eelt. Oh, dat is echt zo'n bazennaam. Voor de mensen die niet weten wat eelt is als je veel met je handen werkt, of met je voeten of wat dan ook, dan moet er een bescherming op, want je huid is redelijk dun, en op die plaatsen wordt je huid dan gewoon heel dik. Boeren die geen handschoenen gebruiken, die krijgen een gigantisch dikke eeltlaag. Als je de hele dag, je mensen die geen schoenen dragen, gigantische dikke eeltlaag. En dat is eigenlijk gewoon gigantisch mannelijk. Dat is wat een eeltlaag is. Dus ja, dan Eelt. Eelt vind ik echt een mooie naam voor die Pokémon. Er zat ook nog een Farfetch hier. Ja, die heb ik net doodgemaakt. Die kunnen we ook nog even vangen, weet je. Je hebt toch geen flikker te doen. Dus niet alsof we een game proberen uit te spelen hier. We proberen ook de hele Pokédex vol te pompen. We gaan dus sowieso nog wel achter de Jirachi aan. Alleen, we moeten of misschien een Master Ball gaan gebruiken. Dat is wel heel ver, weet je. We zijn van de maatregelen, maar... Je kan ook te ver gaan, maar we kunnen ook gewoon wat ultraballs doen. Dan heb je misschien een 3% kans, gooien we 30 ultraballs naar hem en dan hebben we hem hopelijk wel, weet je wel. Dat is ook te doen. Alleen het probleem met Jirachi is, hij hield echt om de 2-3 beurten. Een beetje zoals Snorlax, dan gaat hij in een slaapje en dan hield hij zichzelf. En mijn Marowak heeft gewoon 3 false swipes nodig om hem weer op 1 AP te krijgen en dan hield hij weer. Dat is verschrikkelijk! Nou, even deze Farfetch vangen, hopen dat hij erin gaat. Kom op! Catfish, vang die Farfetch'd in je bal, in je bal. Farfetch is natuurlijk een Pokémon die normaal niet in ieder geval in Fire Red kun je hem niet vangen. Dan is er in dat stadje van de derde gym is er een trader die we dan ruilen voor een Pidgeot of iets in die richting. En dan van de kom op! Woo! Mijn Pokédex is deze aflevering flink volgepompt. Nou, dan gaan we eventjes. De helft van de aflevering is momenteel gewoon dit. Koehoren, meertaligheid, unanimiteit, derde klas, krijgdans. Serafine, Dificus, halfwassen, tandenstoker, postje, presumeren, transmutatie, beklemtonen, overdrager, Flaming, Larix, studievereniging, begerig, alziende, dat is wel cool, alziende. Piepstem, zou kunnen. Ik ga toch net iets verder, weet je wel. Grubel, ijzersmaak. Diamantier, snoepen, studiestof, uitstaan, betaalautomaat, bespringen, aanvalspel, injectie. Ik vind het wel, ja, deze Pokémon die noemen echt wel injectie. Of gewoon, ja, nog beter. Injectie inspireert mij gewoon om hem heroïne te noemen. Wie noemt zijn kind nou heroïne? Ik bedoel, kom op. Hey, kom op man, even normaal. Heroïne, godverdomme. Nou heb ik trouwens helemaal niet verder gepraat over Abeltje. Die film is fantastisch. Het gaat dus over Abeltje en die gaan met die lift en ze proberen terug te gaan, maar dan gaan ze allemaal landen voorbij. En is het alweer zo laat? Zijn we 18 minuten bezig, dat wist ik helemaal niet. Oh man, dan moet ik hier de video afsluiten. Volgende aflevering gaan wij gokken. Holland Casino. 18 plus, de volgende video is 18 plus, want we gaan gokken. We hebben nu Fly in ieder geval, dat is hartstikke fijn. Jongens, ik ben aan het kijken van deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Dan praat ik volgende aflevering wel verder over mijn passie van Abeltje. Maar eigenlijk was het puur omdat heel veel muziek van Doe Maar erin zit. Zoals Heroïne, godverdomme. En ze is van mij. La 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 la. Dat soort nummers. Dat is Doe Maar. Daar zit heel veel muziek in. En die film is gewoon hartstikke leuk. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond. Dan ziet er zo beter uit. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Pokémon Leaf Green Randomizer. Doei!